De verhoging van de omzetbelasting zal niet veel effect hebben op de samenleving. De omzetbelasting voor invoer van goederen en voor levering van diensten worden per 1 oktober verhoogd naar 12%. Ismael Kalaykan, directeur van de belastingen, zegt dat er 54 basisproducten in de wet zijn opgenomen die vrij zijn van omzetbelasting. Daarnaast heeft de regering ook vrijstelling bij de import gegeven, zodat de samenleving niet gebukt gaat onder directe verhoging van producten. Ik wil wel even opmerken dat een heleboel zaken niet zijn belast hoor. Die zijn vrijgesteld. Kaas, pindakaas, roomboter, bokking, haring, kabeljauw, verse groenten, vers vis. Noem maar op, thee, suiker, witte, bruine suiker, witte suiker, melkpoeder, tomatenpuree, tampon, lucifer, eieren, toiletpapier, badzeep. Deze zaken, daar zit geen omzetbelasting op. Dit zijn de basisproducten. Zeg maar, de basisproducten die je nodig hebt om een leven te leiden. Daarnaast hebben we ook een lijst met strategische producten. Hoe is die lijst ontstaan? Vanwege COVID moesten er ook allerlei zaken worden geïmporteerd, weet je. Handschoenen en zo, die vielen hier niet onder. Die hebben we ook vrijgesteld. Dus sowieso zijn er een heleboel spullen, zeg maar, goederen, die je nodig hebt om te leven, vrijgesteld. En dan, daarnaast komt ook nog dat een heleboel andere vrijstellingen worden gegeven. Als je grondstoffen binnenhaalt, zijn die vrijgesteld. Dus als je goederen gaat produceren en je haalt grondstoffen uit het buitenland, zeg maar, dan betaal je geen omzetbelasting erover. Kalaykan zegt verder dat bij het verlenen van diensten die bijvoorbeeld gemaakt worden uit de basisgoederen, zoals het geval is bij een restaurant, er geen groot verschil zal zijn in de prijs. De extra belasting zal worden betaald bij het verrekenen van de dienstverlening. Ook wanneer je bijvoorbeeld bij Wakapassi wat gaat eten, al die producten die ik net heb genoemd, dat zijn die producten die u eet, toch? Die zijn allemaal vrijgesteld. Dus die prijs van dat ding hoeft niet omhoog te gaan. U gaat nu wel voor de service 4% meer betalen. Dus zoveel effect zal het ook niet hebben. Maar goed, u heeft gelijk. Om te zeggen, maar wat gaat gebeuren met de prijzen in de winkels? We hebben al de importtarieven aangepast toen. Dus in principe zou het weinig effect moeten hebben op de prijzen in de winkel. En zo kun je natuurlijk doorgaan. En ik doe gewoon een beroep om ieder. Laten we het samen doen, toch? Laten we niet overdrijven. Laten we niet proberen een slag te slaan uit de situatie en zeggen van oké. Maar want je eigen medemens dupeer je daardoor toch? Dus laten we het gewoon een keertje als Surinamers, als Suriname samen doen. Omzetbelasting is een belasting die wordt betaald voor het consumeren van bepaalde goederen, zoals van de import. Daarnaast wordt omzetbelasting ook geheven op het verlenen van bepaalde diensten. De goederen en diensten waarop er omzetbelasting wordt geheven zijn terug te vinden in de onlangs aangenomen wet omzetbelasting.